Heb je de Dylan gehoord? Die Dylan die jij zoekt, heb je die gehoord? Ja, en dat was dus niet een per ongeluk, een slip of de tong bij een interviewtje of zo. Of dat ze nog ergens liep en ze was vergeten dat ze nog een microfoontje om had. Nee. Dat was allemaal niet aan de hand. Nee, dit was een uitgeschreven speech. Ja, helemaal keurig uitgeschreven. En ook nog eens een keer waarschijnlijk gerepeteerd en al. En nou ja, goed. En toen zei ze dus, de Dylan, ja let even op hè. Op het VVD-congres heeft ze gezegd, het is niet zo dat ik deze samenwerking persoonlijk zo graag wilde. Dat is niet aan de orde, zei ze. Nee, dus ze heeft helemaal geen zin in zelf aan die samenwerking met de PVV. Dus zo grachtengordel dit ook. Ja, je doet iets en dan laat je wel eventjes aan iedereen achterban en andere mensen wel, laat je wel even weten. Ja, ik doe dit wel, maar jullie beseffen wel dat ik natuurlijk daarboven sta. En nee, dat hebben jullie toch wel door, hè? Ja, en dat heeft de Dylan nu gedaan. Nee, persoonlijk zou ze dit helemaal niet willen, deze samenwerking. Wat zwak. Wat enorm zwak. Ja, ik bedoel, natuurlijk, je mag tegen een samenwerking zijn met Wilders. Het allemaal tot je dienst. Maar doe dan niet mee. Stap dan weg. Zeg dan, voordat alles begint, hier heb ik geen zin in. Want dit stuit me tegen de borst, dus ik doe niet mee. Laat iemand anders dat maar doen. Ja, nee, dat doen we niet. Nee, we gaan wel meedoen. En dan zijn we zover dat het gaat gebeuren. En dan zeggen we van, ja, maar ik persoonlijk zie ik dat dus helemaal niet zitten. Nou. Je zal toch maar Wilders zijn. En je moet daarmee gaan samenwerken, vrienden. Met zo'n zwak iemand. Nee. Het is officieel nu. We weten het nu officieel. Dit gaat helemaal niks worden.